gemeenschappelijk speelt PSV Barcelona zich af voor een zeer goed gevuld PSV-stadion in Eindhoven. En daar is alle reden toe, want het is behalve de entree van Bobby Robson als coach van PSV ook het debuut van Gica Popescu in de formatie van PSV. Hij begint vanavond op het middenveld. Bij Barcelona uiteraard Johan Cruijff op de bank, Ronald Koeman in de ploeg. En daar ook een nieuwe Oost-Europeaan in de persoon van de Bulgaar Stoichkov. Romario en Johnny Bosman met de aftrap voor PSV. Dat verder Gerald Vanenburg wegens zijn blessure moet missen. En achterin speelt met het duo dat u zojuist zag, Valks en Van Aarle. Hier is Barry Van Aarle, een van de twee manwekkers. Formatie van PSV die de komende maanden in de Nederlandse competitie niet mogelijk zal zijn. Omdat er behalve Popescu nu met Romario en Govanec, die aan de linkerkant speelt, drie buitenlanders in de ploeg staan. Ronald Koeman met Serna, een van de manwekkers. Eusebio, middenvelder. Nando, de andere manwekker die op Bosman begint. Popescu. Paas Koeman, Romario op de borst meegenomen. Toen ik zeg het aanspeelt, maar de hand gebruikt. De hand gebruikt. Paas van Koeman. Nou, dat is nog maar zowat. Maar de grensrechter vlagde voor Hens. En Van de Ende nam dat advies over. Maar was dat niet gewoon stoppen op de borst? Hoe dan ook, de treffer telt niet. Laudrup voor Barcelona inmiddels. En dat is geen buitenspel. Maar Koeman lost het op. De dreiging was van Stoichkov. Geen buitenspel, Salinas. Stoichkov. En nog een Stoichkov. Een 24-jarige Bulgaar weggehaald bij CSKA Sofia. Salinas is aangeslagen. Koeman. Zoek naar Valks bij de eerste paal, die verlengt. En de score van Romario. En het kruisje. Na de standaard situatie, Valks verlengt de hoekschop van Erwin Koeman. En dan is daar Romario voor zijn eerste treffer dit seizoen in het eigen Eindhovense stadion. Minuut voor de rust. Piero met Laudrup. En het schot van Laudrup. Koeman. Bij het vrije doortocht over de as van het veld. Goeie paas, Stoichkov. Stoichkov! Dat kan hij dus. Hij rolde bijna met CSKA Sofia een jaar ruim geleden voor de Europa Cup. Barcelona in zijn eentje alles op. Naar aanleiding daarvan werd hij door Cruijff en zijn assistent Bruinslot gehaald. En nu is hij dus sneller dan Valks. En kijkt hij beter dan Van Breukelen. Het is weer gelijk na 3 minuten in de tweede helft. Voordeel voor Laudrup na de overtreding tegen Paquero. En Laudrup schoot vervolgens naast. Popescu met Romario. Popescu, Bosman vastgehouden. Fernando, die krijgt geel. Na
uiteraard succes in de standaard situatie voor rust. Eens kijken hoe PSV in de voorbereiding met deze andere standaard situatie te werk is gegaan. Koeman en Govanec lijken de aangewezen mensen. Koeman goed. Zubicarreta met stijl. Het spel te maken en uit de schulp te komen. Daar is Romario. Romario. Oh. En daar gaat nog het geel uit naar Amor. Die probeerde het rood uit naar Amor. Zelfs. Die probeerde om Romario in die actie te voeren. Dat zijn dus de nieuwe richtlijnen. Romario. Op de paas van Govanec weg in de richting van een doelkans. Een reële scoringskans zoals het omschreven staat. Kijk wat Amor doet. Romario overleeft weliswaar die aanslag. Mist daarna de kans. En Van de Ende, de scheidsrechter, heeft eergisteren ook geluisterd naar de nieuwe instructies voor de arbiters. En stuurt Amor dus weg. Ze wordt na enig gedelibereerde wedstrijd dus hervat met een uitdracht van Zubizarreta. 10 spelers van Barcelona. De Barcelona van Bruin Slot en Cruijff. Tegen 11 van PSV. Dat nu moet laten zien hoe het een dergelijke situatie kan uitspelen. En krijgt een vrije trap na de overtreding van Ferrer. Half uur nog heeft PSV om die numerieke meerderheid ook te gelden te maken. Schepers. Eretz, Popescu mee voorin. Die Stijn naar de kant voor Lopez Recarte. Robson die PSV dus English style laat spelen. Bosman gaat eruit, heeft niet de training volspeed kunnen meemaken. En Kalusha die mogelijk morgen nog naar Twente zal worden getransfereerd of uitgeleend, mag nog een keer in Eindhoven meedoen. Romario, plotseling. En geef hem dat soort kansen niet, want nu laat hij ze niet liggen. 32e minuut. Die bal die van achteruit heel lang kwam, gemist wordt door Nando. En dan is een overtreding tegen Romario na wat Amor overkomen is natuurlijk uit Den Boze en is het 2-1. Romario gestart. En als Kalusha hem bereikt. Oh, Kalusha, dat was helemaal niet zo'n slecht idee. In de korte hoek proberen. Want Romario bood zich aan bij de tweede paal. En Kalusha verraste dus Zubizarreta met deze poging. Maar Zubizarreta, ook een van de keepers uit de Baskische school, is natuurlijk niet helemaal van gisteren. Met Goicoechea. Lopez Recarte. Van Breukel komt eruit. En raakt weer Stoichkov. Wat Romario doet voor PSV, doet de Bulgaar voor Barcelona. Dat was de crux waar alles om draaide. Dat Lopez Recarte van achter de verdediging vandaan kon wegstarten. Van Breukel kan dan nog in eerste instantie het gevaar keren. Maar dan valt de bal voor de Bulgaar die niet mist. 2-2. Halve minuut voor het verstrijken van de speeltijd onderbreekt Van de Ende
om nog een keer een wissel toe te passen. Adekoot, de man uit Uden, mag nog een paar seconden meedoen. De eerste helft van deze wedstrijd was heel aardig. De tweede helft een stukje minder. Maar Romario was weer eens te meer de smaakmaker. De laatste actie eindigt in het zijnet door de man die van de week nog even privé naar Rio reist. Maar voor de volgende wedstrijd van PSV komende vrijdag weer terug is. En zo blijft het 2-2. Of de laatste hoekschop moet nog iets opleveren. Daarvoor staat Erwin Koeman klaar. En onmiddellijk daarop fluit Van der Ende af. Nogmaals, eerste helft zeer aantrekkelijk, tweede helft iets minder mede onder invloed van het wegsturen van Amor na 12 minuten. En Romario voor PSV heeft laten zien dat hij helemaal terug is in Eindhoven en in het Alta.